Klaar. Hi YouTube! Wat een intro! Goedemiddag! We hebben het alleen op tv gezien. Ja, chat zien jullie nou niet. Het is op een livestream. Wij gaan spelen Pokémon Soul Silver Randomizer. De reden, ik wil weer een keertje een Pokémon game gewoon doen zoals op de Game Boy. Het enige probleem is, ja, we zitten nog steeds te sparen voor die 3DS capture card. Want dan wil ik natuurlijk Pokémon... Omega Ruby. Nee, dan doen we Alpha Sapphire, want Omega Ruby is mijn main game. Dus, maar goed, we gaan dus een Pokémon randomizer doen. Chat is er ook gezellig bij, dus hoor je mij in één keer willekeurig tegen iemand zeggen van hallo! Dan weet je dat dat nou de chat toe is. Hartstikke gezellig. Dus, even kijken. En ook altijd winnen die Mega's het niet van Magikarp. Dankjewel, Mumee. Maar goed, wat is nou precies de randomizer die we dus gaan doen? Intro die speelt even lekker door. Ik hoop dat het geluid nog een keertje hartstikke goed is. Nogmaals, ik praat er heel eventjes feedback voor naar de chat. Maar ja, de randomizer die zorgt ervoor dat alle Pokémon die we tegen gaan komen en alle Pokémon die de trainers bij zich hebben, allemaal willekeurige Pokémon zullen zijn. Dus we hebben geen idee wat onze starter gaat worden. We hebben geen idee welke Pokémon dat we in het wild tegen gaan komen. We hebben geen idee welke Pokémon dat de trainers bij zich zullen hebben. Ook hebben we geen idee welke items dat we kunnen vinden in de itemballs, omdat alle items in itemballs zullen allemaal gerandomized zijn. Dus we kunnen een ultrabal gelijk in het begin vinden, we kunnen een health item in het begin vinden, we kunnen zelfs masterballs vinden, we kunnen van alles gewoon vinden. Dus, nou vraag ik ook nog aan de chat, zijn er nog vragen? Ja, we krijgen ook random starters. Starters zijn ook helemaal gerandomized. Dus we zullen gelijk zien welke drie Pokémon dat we dadelijk dus tegen gaan komen. Het doel is om de Eevees te gaan vinden. De Eevee, gewoon Eevee of evoluties, die gaan we proberen te vinden. Die komen natuurlijk dan langzaam in ons team. We hebben geen flauw idee hoe lang dat het gaat duren. Er zijn op dit spel zijn er 7 evoluties en natuurlijk Eevee, dus hebben we 8 in totaal. En ik ben wel nieuwsgierig hoeveel dat we van die 8 kunnen vinden. Dus dat is zeker de bedoeling. Voor de rest, dit is ook geen Nuzlocke. Dus mocht er een Pokémon gekeoed worden, dat is heel erg vervelend. Dan moeten we weer naar het Pokémon Center, maar ja. Magikarp is sterk. Hoe bedoel je, Mega Magikarp kunnen we niet verslaan. Krijg je ook random starter. Ik vind de water Eevee leuk, dat is Vaporeon. Dus ja, hieronder heb ik inderdaad gezellig eventjes de evoluties tot nu toe dus bij. Ik heb alleen Leafeon en Glaceon er nog niet tussen gezet, maar dat komt dus nog wel. Goed, wij gaan gewoon beginnen. Dus we hebben nou genoeg de loop gezien. Ik hoop dat we genoeg informatie hebben gegeven. Als jullie vragen hebben, laat het weten natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. En waarom doet mijn... Doet hij het? Hij doet niks. Storing. Nou al. Hij doet het. Mooi. Goed. Jolteon. Jolteon is eigenlijk altijd al mijn favoriet geweest in het begin. No info needed. Dankjewel. Oh, looks like the sun is descending into the sky. So that would be called twilight, wouldn't it? Hi, sorry to keep you waiting. My name is Professor Oak. How are you doing today? Welcome to the world of Pokemon. My name is Professor Oak, as I already told you. But everybody calls me the Pokemon Professor. Ik heb geen flauw idee waarom. Je hebt minder kennis van Pokemon dan een tweejarige. Before we go any further, I'd like you to tell me a few things. Hallo, het koekje. Leafeon het leukst, Jolteon. En dan komt Musical Memoir. Serieus. Mumee, jij wordt gewoon mijn... Jij wordt gewoon mijn rivaal in dit spel. Jij wordt gewoon mijn rivaal. This world is widely inhabited by the creatures known as Pokémon. Nou, dankjewel, professor Oak. Ah, we humans live alongside Pokémon as friends. At times we play together and at other times we work together. Some people use it. Ik hoop dat ik die tekst scrolling speed zo snel mogelijk omhoog kan gooien, want het is gewoon irritant. Ik hou niet van lava. Now, why don't you tell me a little bit about yourself, little trainer? Are you a boy or are you a girl? Nou, mijn mustachio en mijn pet die zullen natuurlijk zeker wel vertellen dat ik dus zeker 100% een girl ben. Nee, ik ben gewoon mezelf. Alleen... Outfit klopt niet. Ik heb Red's outfit aan en niet Silver's outfit. Ik bedoel, Red, daar ben ik mee opgegroeid, dus. Ik word wel, ouder. Oké, dus. So you're a boy then? Ach, serieus. Professor Oak. Ik bedoel, Oak. Echt professor kan ik je niet noemen. Oké, nou, mijn name waar ik dus mega, dat wordt Zeepie. Nee, we doen het wel netjes. Gewoon Zeepie.
Ik bedoel, het is ondertussen een bijnaam van mij geworden in verband met Zelda Player 20, ZP20. Toen was het ZP en toen werd het in één keer ZP. Dus vandaar de naam ZP voor de mensen die het willen weten. Mijn naam is ZP, ja. ZP, are you ready? Nee. Your very own hotel is welcome to Stefan. Fun is very difficult experience. There's so much waiting for you. Dreams, adventures, let's go to the world of Pokémon. Hoe ga je je rivaal noemen? Die! Dat zou wel lachen zijn. Die wants to battle. In Pokémon X kun je revives kopen. Hoef je niet steeds naar het Pokémon Center. Ja, dat kun je hier ook. Revives kun je hier ook kopen. Maar goed, het eerste... Oh, ik heb nog geen opties. Die stem doet me herkennen aan de stem van die ook op tv. Ha! Well, that was actually also de bedoeling eigenlijk ook. Om zo'n beetje de stem van Pras ook weer te gooien. Maar dan krijgen we nou ons ma. En die zou een beetje zijn zo van... Hallo, ZP. Mijn moeder kan een hele lage stem opzetten. Mijn moeder en ik doen heel erg vaak voice acten. En die kan dan echt zo in één keer naast me gaan zitten. Dus echt, mijn moeder kan een hele, hele lage stem neerzetten. Dat is gewoon hilarisch. Dus een beetje waar ik... Hey Robin, welkom dat je er bent. Dus maar goed. Waarom ook niet? Hey ZP, you're finally awake. Your friend Lyra was just here. She was playing hide and seek with her Meryl. Oké, zo klinkt mijn moeder heel erg eng. Ik weet niet. Dadelijk zit mijn moeder dit nog te kijken. En ik denk dicht bij zijn nagen van... Dus wat heb jij gedaan op de livestream? Dan moet ik weer over die knie. Krijg ik weer een pak van mijn broer. Nee. Wat een klets. Ja, we hebben een fever. Waarom ook niet? Ik heb er zin in, jongens. Alleen ik moet wel zeggen, het is wel warm hier binnen. Trainer card, hartstikke leuk. Mijn moeder en ik, wij hebben heel vaak stemmetjes geoefend. Omdat ik wel al... van kinds af aan wou ik al voice actor worden. Dus deden we altijd al heel veel stemmetjes. En ja, mijn moeder werd er dus ook steeds beter in. En ik kon een tijdje dus van die hele lage stemmen doen. Dat was gewoon hilarisch. Dus ja. Goed. We hebben in ieder geval eindelijk de opties. Fast. Dank je. Frame. Zilver, rood, blauw, groen. We hebben een beetje... Een beetje Jolteon-stijl. Dit is een beetje Jolteon-stijl. Oké, kom voor hem. Want wat zijn nou de eerste Pokémon? Dat wordt natuurlijk heel erg belangrijk. Dat wordt gewoon echt spannend. Dus oké, daar is nou opgeslagen. En we lopen in het begin zo langzaam. Dat is alleen een remake, jammer genoeg. Oh kijk, een Meryl die niet gerandomized is. Nou, ik hoop dat de kwaliteit trouwens heel erg goed is. Zoals jullie kunnen zien, het scherm... Het scherm hier, dat is gewoon dus het bovenste scherm. Het scherm onder mij, dat is het onderste scherm. Alle notificaties van followers of andere notificaties, die komen allemaal in het onderste scherm. En ja, natuurlijk heb je daartussen, dan heb je dus de IV's en alles zitten. Dus de livestream serie is in Nuzlocke. Nee, het is geen Nuzlocke! Waarom denkt iedereen gelijk Nuzlocke? Het is randomizer, het is niet Nuzlocke. Ga nu maar Nuzlocke. Gewoon het idee dat je Pokémon doodgaan, nee. I like your bag. Dankjewel! Dat is ook het eerste wat ik altijd tegen iemand zeg als er iemand naar me toe loopt. Hé, hey, ik vind dat leuk. Creepy. Goed. Nou, the moment of truth. Wat worden onze starters? Hi, JP. I've been looking for you. Do you know anything about my research? Do you know Pokemon are carried in Pokeball these days? But before the Pokeball was invented, people used to walk with Pokemon, just like your friend Lyra does. Pokeballs are great because you can carry many Pokemon, but walking with Pokemon must have been some adventures. Hou je mond, laat ons onze Pokemon zien. Dus. Tussen welke Pokemon mogen we kiezen? Ik ben zo nieuwsgierig. Dat is het leuke van random. Zal er een legendary tussen zitten? Dat zou helemaal raar zijn. Nou, en het leukste is, ik laat dus de chat ook heel erg veel keuzes maken. Dat is natuurlijk wel leuk. Randomizer kan ook zonder Nuzlocke. Helemaal mee eens. Date met zilver. Vind je zak leuk? Nou, ik zou eerder voor tas gaan, maar goed. Oké, nou, laten we eens kijken. Welke Pokémon hebben we? Touch a Pokéball and see what's inside. Oké, we hebben Whiscash. De Water-type Pokémon. Eigenlijk is dat een Water-Ground-type Pokémon. Dus, Oké.
We hebben Huntail. Er zijn al twee watertypes. En we hebben een Lickitung. Dus we hebben Huntail, Whiscash en Lickitung. Oké, Jet. Wat zouden jullie als starter nemen? Even kijken, ik heb hier al, even kijken, Whiscash, ik vond die Pokémon altijd geweldig. Huntail, tweemaal. Waterthema, Huntail. Meertje één keer stemmen. Oké, ik heb twee voor Whiscash, twee voor Huntail. Ga voor een Shiny. Dit is SoulSilver, dat is moeilijk. SoulSilver kun je nog niet echt makkelijk Shiny hunten. Anders Huntail. Whiscash met de naam Monies. Huntail kan evolueren. Ik haat Lickitung. Rot Pokémon. Niemand kiest voor Lickitung. Lickitung is gewoon echt officieel de Bulbasaur gewoon in deze opties. Huntail. Ik zie heel vaak Huntail voorbij komen. Nou, zou ik dan toch voor Huntail gaan? Ik ben niet bekend met die Pokémon. Oké, we gaan voor Huntail. Huntail wint. Oké. Ik heb echt helemaal geen flauw idee wat Huntail allemaal voor Pokémon is. Dus, oké. Ik vond Bulbasaur wel leuk. Ja, nee, ik vind Bulbasaur ook heel erg leuk. Begrijp me niet verkeerd. Maar het grappige van Bulbasaur is altijd degene die nooit gekozen wordt. Dus Lickitung, omdat iedereen zat te stemmen tussen Whiscash en Huntail, had iedereen zoiets van, ja, Lickitung is een rot Pokémon. Maar Bulbasaur is absoluut geen rot Pokémon, maar die wordt ook altijd. Dus, maar goed. Hoe gaan we hem noemen? En dit is dus waar ik een van de eerste giveaways ga weggeven. Dus dan ga ik hem naam alvast eventjes apart neerzetten. Dus, hoe gaan we Huntail noemen? Dit is een van de codes die ik weggegeven. Er is een intro geweest bij de livestream hiervoor, voordat YouTube-opnames begon. Tot we dus een weer giveaway hadden. Dus, hoe gaan we hem noemen? Leukste nickname. Ja, Jaagstaar dit is. Meertje, gefeliciteerd. Jouw naam is geselecteerd. Oké, okay, Jaagstaart. Heel erg Nederlands. Vind ik wel wat te hebben. Oké, okay, eventjes de lower cases. Ja. Die interactiviteit. Ja, daar wil ik even met deze livestream dus echt naartoe komen. Met interactiviteit met jullie. Oké, okay, Jaagstaart. Past perfect. Past perfect. Jaagstaart past perfect. Oké, okay, Jaagstaart. We hebben een Jaagstaart. Is Jaagstaart een nickname you want to give? Yup. Dus we hebben nou een Pokémon genaamd Jaagstaart. En die volgt ons. Leuk. Hoi Stan Hooli. Hier is hartstikke gezellig. Denk ik. Alsof het naamschermpje voor Myrtus een naam is gemaakt. Ja, inderdaad. Volgens mij heeft Myrtus het ook nog niet eens door. Ik weet waarom, maar ik moet lachen. Nou, Myrtje, het is hem geworden. Jouw naam is gekozen. Dus, oh, hoi. CB, I want to have you switch your task. En we hebben potions. Hartstikke leuk. En Stan Hooli, bedankt voor de follow. Je bent geweldig. Jammer dat water tegen Leroy niet past. Ongelukkig Leroy ook niet. Maar we zouden wel iets met Leroy kunnen doen. We zouden wel bijvoorbeeld eentje naar Leroy kunnen noemen. Een van de evoluties. Dat zijn belangrijke Pokémon natuurlijk, hè. Want die blijven. Ik bedoel, tot dit onze starter is. Als wij 6 evoluties tegen zijn gekomen, dan wil dat niet zeggen, of dan wil dat zeggen dat we dus onze start ook weg moeten gooien. Dus ja, weggooien, in de PC gooien. Ja, we hebben een Huntail gekozen. Ja, dat is een hele leuke Pokémon. En wanneer dat we ermee gaan lopen, dan word jij chagrijniger. Oh, moeten we hem nog aan ons ma laten zien. Dit is Pokémon SoulSilver. Maar dan randomized. Ik heb hier toevallig ook nog mijn Pokewalker zelfs liggen hier. Dus en als ik hem eventjes aanzet. Er zit een Pokémon op. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, jongens, maar. Ja, dat kun je wel zien zo.
Noem je rivaal Magikarp? Nee, ik ga hem naar de trainer van Magikarps noemen. Omdat hij al gelijk begint van ik haat Jolteon of ik heb een hekel aan Jolteon of iets tegen Jolteon. Ja, dat is een hele lieve Pokémon, wat leuk. Hoe lang zijn we eigenlijk al aan het opnemen? Half uurtje. Ah, livestream video's die zijn normaal gesproken een uur. Pokegear, Megafoon. Oh ja, want iedereen... Oh ja, dit vind ik ook zo grappig. Hier vraagt ons ma van... Goh, weet je nog wel dat je de rest op moet slaan met een Pokewalker? En dan zeg ik, ja, dat weet ik. En dan ondanks dat je het weet, gaat ze het toch nog uitleggen. Die is Heart Gold dan aan het doen. Maar dit is Soul Silver, maar dan met een randomizer. Dus niet de oorspronkelijke versie. Hou er rekening mee, jongens. Dit is niet de oorspronkelijke versie. Ik bedoel, Huntel als start. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Ik zal heel eventjes eerst opslaan. Dan krijgen we deze onzin. Saving a lot of data. Nee, dit is Soul Silver. Je hebt Heart Gold en je hebt Soul Silver. Dit duurt eventjes. Zeepie save the game. Nou, we kunnen nog niet echt Pokémon vangen. Maar ik ben wel benieuwd naar eigenlijk wat onze Huntail nou... Of Jaakstaart. Hij kent een HM. Oké. Hij kent een HM. Wat kent hij nog meer? Hij is level 5. Hij kent alleen maar die HM. Hij kan alleen maar Whirlpool. De enige aanval die onze Jaakstaart kent is Whirlpool. Nou maak ik me heel erg veel zorgen. Want dat wil dus zeggen dat we heel veel moeite gaan krijgen met Pokémon te vangen. Doe een Pokémon Battle. Ik ben ermee bezig. Oh, jongens toch. Ja, geef maar eens eventjes jouw nummer. Ik heb nou een telefoon. Ik ben een hele volwassen jongen. Ik heb mijn eigen telefoon en dan kan ik bellen. Oké. Nou moeten we dus heel erg langzaam naar de eerste city toe lopen. En dit is echt vervelend. Ik hoop dat Jaakstaart snel een aanval gaat leren. Want echt serieus, ik kan alleen maar Whirlpool. Dit kan echt problematisch worden. Nou, nog geen random encounters. Weet je wat, we gaan gewoon naar de city toe. Want we kunnen toch nog geen Pokeball gooien, dus... Oké, onze eerste random Pokémon die we tegen gaan komen. Een Shroomish. Wat een blij bakkers heeft hij eigenlijk. Nice weet eigenlijk. Oké, okay, Whirlpool. We hebben experience nodig. Doe Whirlpool. It's not very effective. Oké, nou dit kan vervelend gaan worden. Als je hem net Chappen tegenkomt, vang hem dan. Ja, maar het probleem is, dan moet ik wel Pokeballs hebben. Die heb ik nou op dit moment niet. Ik heb geen Pokeballs, jongens. Dit is nog tutorial. Oké, dus ik doe hem de hele tijd schade met Whirlpool, double damage. En hij absorbeert. Dit gaat lang duren, jongens. Ga ik even lekker interactief met de chat. Ga ik zo even een beetje achterover hangen, zo. Rustig in de chat lezen. Nee, we doen geen Nuzlocke. Ah, natuurlijk mis ik. Mist hij ook een keer? Ik had voor Wishcash moeten gaan. Jullie zijn echt gemeen. Gemeen met keuzes die we moeten maken. Ik mis weer! Nou, op dit moment is het zo. Wij zijn een watersoort, dat is een grassoort en wij zijn heel erg hard aan het verliezen. Maar Mirtje, heb jij dan geen Pokémon game? Heb jij X, Y, Omega Ruby Alpha Sapphire? Want anders heb je niks aan die code. Ja, ik weet dat sommigen Wishcash hadden gestemd, maar de meesten die waren voor hun deel. En we zijn aan het verliezen, jongens. Ik denk dat ik moet gaan rennen.
Screw dit, we gaan gewoon wegrennen. Dag. Doei. Doei, Shroomish. Oké, dan moet ik al gelijk naar een Pokémon Center. Dit gaat al fout. Wacht, ik heb potions. Ik heb potions. Oké, mochten we dus problemen gaan hebben, dan hebben we potions bij ons. Oké. Nee, één keer gehad, gelijk gesloopt. Ja, dan heb je niks aan die giveaway. Het is namelijk een code voor legendaries. Een Bibarel. Bibarel. Op level 3. Een Bibarel op level 3. En ik mis. Durven we dit? It's not very effective. Oh ja, Bibarel is toch ook een watertype? Dit wordt echt helemaal niks, hoor, jongens. Laten we maar gewoon naar het Pokémon Center gaan. Ik wil die running boots hebben. Ik wil Pokéballs. Ik wil meerdere Pokémon hebben. Ik heb nou een probleem met Jaagstaart. Tot nu toe ook nog niet eens een Eevee tegengekomen. Ik ben teleurgesteld. Ja, loop jij eventjes langzamer, want we hebben geen running shoes. Jongens. En ik zeg heel eerlijk, dit vestje is eventjes een beetje aan de warme kant. Dus ik doe heel eventjes dit vestje af, jongens. Even... Hoe warm is die binnen eigenlijk? 22 graden, dat valt nog wel mee. Zo. Huntil kan niet meer evolueren, want hij is al de laatste evolutie. Oké, en wanneer leert hij dan een move? Buiten Whirlpool. Daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Goed, we hebben de running shoes. Mooi. Die wil ik gelijk aantikken. Dank je. Oké, nou, Grip. You was on Dutch YouTube The Gathering. Ja, dat was ik. Een zwaartje naast iemand, dat betekent dat hij moderator is. Heel makkelijk. Nou jongens, we hebben dus ons Huntail. We moeten dus zo snel mogelijk even een pen ophalen of iets. En we zitten dus met een groot probleem. Ja, we weten dat we meer Pokémon moeten vangen. En we zijn tot nu toe nog op een route geen Eevees tegengekomen en daar baal ik van. Nogmaals, als we een Pokémon tegenkomen, wil dat zeggen dat we op die route die Pokémon vaker tegen kunnen komen. Dus dat is wel een voordeel. Oké, nou, badges verzamelen, hartstikke leuk. Oké, weet je waar? We gaan gewoon naar boven toe. Huntail is geheeld. Hopelijk kunnen we wat experience krijgen en hopelijk leert hij nogal snel wat. Wat ben je nou weer vergeten? Oh, een map card. Fisherman tips, level 6, bite. Level 6 leert hij bite? Dat is geweldig! We hoeven alleen maar een Pokémon te vinden die we eventjes kunnen verslaan. Dan kan hij bite leren. Oh, eerste item. Wat is het? Een black belt. Wat was black belt ook alweer? Een item to behold by Pokémon in zijn belt that boosts determination and fighting type moves. Heel erg handig voor onze jaagstaart. Hoi. Ja, wij rennen de weg. Wij dragen lekker die running shoes. Level 10 Screech, level 15 Water Pulse. Oké, nou misschien dat Jaagstaart dan toch wel handig kan zijn als hij helemaal bite heeft geleerd. Want ja, het probleem is, als we dus Pokémon willen gaan vangen, dan moeten we dus bezwakken. Alleen, het probleem is
die aanval Whirlpool, die zal ook nog extra schade blijven doen. Dus in ieder geval bedankt voor jullie hulp. Nou, eventjes gun net zo goed meenemen, waarom niet? Yay, we hebben een groene apricorn. En Just Baas, dankjewel. Je bent geweldig. Bedankt voor de follow. Gezellig dat je bij de zeepcrew bent. Ja, zeepcrew. Zeepteam. Eevee team. Timerball. Hey, we kunnen alle Pokémon vangen. We kunnen alle Pokémon vangen voordat we de Pokédex hebben. Dat is al helemaal geniaal. Weet je wel, we lopen gewoon even zo. Komen we nog random Pokémon tegen? Oké, random Pokémon. En het is Eevee. Oké, we kunnen op deze route Peplums tegenkomen. Zal ik gewoon de timerbal erop gooien? Gewoon hebben zoiets van screw de regels. Ik heb een timerbal, gewoon gebruiken die app. Zou deze gewoon vangen? Zou deze gewoon vangen, jongens? Of zullen we de oorspronkelijke regels aanhouden en nog even wachten met... Ik bedoel, vergeet niet hè, als we hier terug bij deze route komen, dan kunnen we dus weer Piplups tegenkomen. En oorspronkelijk mag je in de game nou nog geen Pokémon vangen. Dus, hebben we lak aan de regels? Of zeggen we van nee, we volgen de regels en we wachten nog heel eventjes totdat we netjes... Gewoon vangen. Oké, we gaan het gewoon... We hebben één timerbal, hè. Dus ik probeer zoveel mogelijk beurten nou erin te gaan doen. Lak aan de regels. Vang. Oké, we gaan het gewoon vangen. We gaan het gewoon proberen. We hebben wel twee watertypes bij ons, maar dat maakt niet uit. We hebben één timerbal. Oké, ik ben bang dat we nou echt die bal dadelijk ergens moeten gaan gooien. We gaan hem gewoon gooien, jongens. Kom op. Blijf erin zitten. 1, 2, 3. Yes! We hebben Piplup, jongens! We hebben Piplup gevangen. Wat wordt de nickname van Piplup? Laat het weten eventjes gelijk. Je weet het. Hashtag name. En dan de nickname daarnaast die je wil geven. Aangezien dat de eerste de game niet heeft om dus de code te krijgen, kunnen we die code dus hergeven. Wat wordt de nickname? Voor YouTube, ik knip heel eventjes naar voren toe totdat de nickname is geselecteerd. Dus ja, kom op met jullie nickname. Zo wat leuk. Ik ga gewoon voor Noot Noot. Ik bedoel, we hebben zoveel geluk gehad en dan Noot Noot. Noot. Voor Noot Noot. Wordt Noot Noot. Noot Noot. Alsof dat er een trein voorbij komt. Noot Noot. Even kijken, was het nou met de spatie ertussen of gewoon aan elkaar? Gewoon Noot Noot. Oké, gewoon Noot Noot. Noot Noot. Noot Noot. Oké, en die kwam van... Wessie YJ. Oké, okay, Wessie YJ, ik hoop dat je... even kijken hoor. Wessie... Oeh, dat gaat fout zo. Wessie J. Wessie J. Noot. Noot. Oké, okay, staat genoteerd. Nou hoop ik dat je Omega Ruby Alpha Sapphire... Omega Ruby Alpha Sapphire hebt of X en Y, want dan kan ik je namelijk zo'n code geven. Dus laat het eventjes weten. Maar goed, het is dus Noot Noot geworden. Nutella. Noot Noot. Oké, we hebben onze tweede Pokémon. Noot Noot. Oh, look. It's Piplup Noot Noot. Van de Nutella fabriek. Dat is een beetje Irish, kan ik zo praten met Noot Noot. Een beetje eerst erin gooien zo. Met Noot Noot. Je hebt Omega Ruby. Oké, dan heb jij één code te pakken. Je hebt de eerste code te pakken. Ik whisper hem of stuur hem... Wacht, ik stuur hem jou via een bericht. Kan ik dat? Kan ik hier zo... Volgen. Dat ik jou zo een bericht kon sturen.
Ach ja, ik kan het wisperen, denk ik. Even kijken, waar staat er nou wisper? Wat deed je dan ook weer, slash wisper? Ik weet er echt helemaal niks van. Ik zit heel eventjes te kijken hoe dat ik een wisper stuur, jongens. Ja, dat heb ik gedaan. Zo stuur ik hem naar iedereen. En zo... Stuur hem zo? Nee. Ja, iedereen ziet hem zo. Ah, zo doe je dat. Oké, ik heb hem door, jongens. Sorry voor eventjes die delay. Oké, nou, ik zou die code wel gelijk noteren, want ik kan maar één keertje sturen. Dus Wessie J, even goed opletten. Komt de code via de Whisper? Oké, nou, eerste code die is gestuurd. Ik heb geen flauw idee welke Pokémon het is. Eén van de Legendaries. Nou, dan kunnen we weer verder gaan. Sorry daarvoor. Oh nee, de stream is uitgevallen. Stream uitgevallen? Nee, toch? Hier zegt hij dat we nog live zijn, hoor. Zijn we nog live? Jongens? Ik heel eventjes testen, want ik zie dat de stream is uitgevallen en ik zie ook in één keer helemaal de chat niet meer bewegen. Werk nog! Oké, goed zo. Boy, dan kunnen we gewoon verder. Goed, ja. We zijn hier voor professor ook en noem maar op. Sorry jongens, technische mankementen kunnen af en toe nog wel eens een keer in een livestream plaatsvinden. Dus... So you are Zeepie, hoe weet je dat? Wie heeft je dat verteld? I heard you running on the run for Professor Elm, so I waited here. Ik heb je hem gestuurd via de... via een whisper. Ik stuur hem nog een keer. Dat is het voordeel dat de chat nou niet in beeld is. Oh, it's this. It's a rare Pokemon. I see it. Must be helping. Nou, hebben we in ieder geval de Pokédex binnengekregen. Dankjewel, GameTubetje, voor hem even eruit te helpen. Hij heeft hem nou net twee keer gekregen, dus hij moet er nou gewoon in staan. I have to go to Goldenrod City for my usual radio show. Zebi, I have a feeling that this is not the last time we'll meet. Let's exchange numbers, just to be on the safe side. Ach, waarom ook niet?
en professor Elmbelt alweer gelijk. Oké, we moeten gelijk dus weer terug. Via een iPad. Via iPad heb ik echt geen idee hoe je Whispers ontvangt. Ik zal eens kijken, maar volgens mij kun je ook zo nog geen bericht sturen. Eerst had je daar nog een optie voor, dat je zo ook een bericht kon sturen naar... Kun je hem zo een bericht sturen? Oké, dan stuur ik hem via een bericht. Dan weet ik zeker dat hij aankomt. Hoppakee. Probleem opgelost. Nou, jongens, ik heb weer eventjes... Hoi. Ik heb weer eventjes... We gaan verder met het spel, want anders komen we nergens. Ik bedoel, we moeten ook nog een level voor Huntail, voor Jaagstaart zien te krijgen, dus... Dus we hebben Jaagstaart en Noodnood. Wat eigenlijk dus nog niet mag, maar doen we lekker toch. En we komen een Curlia tegen. Dan ben ik benieuwd. Oeh, Confusion. Dat doet best wel schade. Ik wil deze Pokémon zeker verslaan. Ik bedoel, serieus, als we op level 5 komen, dan, of op level 6, dan leren we Bite. Maar dit kunnen we winnen. Curlia is eigenlijk ook best wel een goede Pokémon bij te hebben. Dit is een Mail, dus die zal nog eens een keer een Gallade kunnen worden. Gallades zijn geweldig. Ah, ik zit ook naar de chat te kijken ondertussen, jongens. Zestig experience. Nou, de eerste experience die zijn al een beetje binnengekomen. Want ik weet dat we dadelijk onze rivaal moeten gaan bevechten. En ja, dan is het wel handig om toch een... extra aanval te kennen. Ligt er natuurlijk ook wel aan welke dat hij, onze rivaal heeft gekozen, hè? Dus. Oh. Dag! We lopen expres even door het gras heen. Hè? Als jij het gaat lopen, laten hagelen, dan bye bye. Hagel is dodelijk voor ons. We zijn nog steeds met die code bezig. Ondertussen, ik probeer een andere Pokémon tegen te komen, want heel dat is gewoon echt... Daar kunnen we nog niet echt overleven als we zo'n battle gaan doen. En doei Yoshi Gaming. Was gezellig. Een Arbok. Dat is wel een hele sterke uitdaging, maar let's do it. En I can bite. Daar ben ik het niet mee eens. Nou, natuurlijk zijn we geflinched. Dus we hebben hier Arbok. Obama Snow. Weet ik hoe dat de Pokémon heet. We hebben Curlia, Piplup. Oh boy. Don't poison, don't poison, don't poison. Dit kan gevaarlijk worden, jongens. Maar die level 6 die hebben we gewoon nodig. Ja, er zijn dus wel restricties van als je een Pokémon tegenkomt ergens in het gras, tot je dus die Pokémon daar vaker tegen kan komen.
Dus bijvoorbeeld bij één plek, dan kun je, ik weet niet hoeveel Pokémon tegenkomen. Dan kun je daar, bijvoorbeeld, kun je er maar 10 tegenkomen, dan kun je dan weer 10 Pokémon tegenkomen. En Wurpel is verschrikkelijk! Oh mijn god, critical hit, en oh nee, de Bob Poison! Oh, hopelijk overleeft hij de poison. Overleef de poison. Oké, Noot Noot! Noot Noot, kom op. We delen jullie experience gewoon samen. Doe pound. Waarom kan deze weer wel zoveel aanvallen? Het is zo not fair. Oké, kom op. Oh, daar hebben we de bite. Dit gaat niet goed, jongens. Ik denk dat ik hier een heel slimme actie ga... Nee, we hebben geen pokeballs. Ik denk dat ik heel eventjes een potion... Ik denk dat ik heel even een potion gebruik op jaagstaart. En tot die dan... Als hij dit overleeft, dan kan ik weer terug swappen. Best of rap damage. Is dat maar 1? 1 HP? 1 HP? Goed zo. Het zit hem vandaag in die 1 HP. Maakt niet uit. Oké. Okay. Oh nee, we kunnen niet switchen. Ah, we kunnen niet switchen. Arme Noot-Noot. Ja, we zijn al gepoisoned. Dat maakt niet uit. Kom op. Niet missen! Oh, dit gaat fout, jongens. Dit gaat fout. We hebben nog 5 pp. Oké, haha, gelukkig. Hopelijk is dit genoeg experience. Jeez, dit was lastig. En... nog niet genoeg voor bite. Wij gaan eerst eventjes naar het Pokémon Center en dan gaan we gewoon terug het gras in. En dan gaan we nog een Pokémon killen zodat we bite hebben geleerd. Arme Noot Noot. Heal ons. Nou wordt het al helemaal leuk als we dadelijk random trainers en alles gaan hebben. Nou, ik moet wel zeggen, die jaakstaart die maakt het niet echt een makkelijk begin. En we zijn nog steeds geen Eevees tegengekomen. Al is het ook pas de tweede ronde waar dat we komen. En een Grimer! Nog een random Pokémon die we nog niet eerder tegen zijn gekomen. Oké, nou, als het goed is zal dit genoeg zijn om bite te leren. En dan gaan we gewoon beginnen met Primplap. Ik bedoel met Primplap, voor mij nou. Piplap. Noot Noot. Ik weet nog niet eens de stats van Jaakstaart. Dus ik weet niet eens of het een goede fysieke aanvaller is of een special attacker. Hoe dat met zijn dieven... met zijn defense zit. Ik weet helemaal niks. Ah nee, niet weer zo'n poison gasser. Jongen, ik laat ook geen scheten in jouw richting. Dat doe je niet. Dat is grof. Hey Wessie, maar als je de tijd hebt, laat even weten welke Pokémon dat het was. Want ik heb die codes gekregen. Ik weet dat het of Zapdos is, of Articuno, of Moltres. Maar welke van de drie dat het is, ik heb geen idee. Dus laat weten welke dat was, als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. En oeh, dat klinkt niet zo goed, Stan Hooley. Beter gaaf, ik hoop dat alles goed is gegaan. Ik weet niet, het is behoorlijk warm. Jaagstaart is level 6. Jaagstaart leert bite. Yes! Goed. Even de Pokémon even healen. Ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Ik bedoel, ik kan ze zelf natuurlijk niet invoeren, want anders zouden de codes niet meer komen. Dus
Oké, nou, wij gaan heel eventjes noodnood eventjes vooraan zetten. Want Jaak staat, die is nou level 6. Die kent tenminste nou een fatsoenlijke aanval. Dus laten we maar met onze rivaal gaan vechten. Hey, what a waste. That Pokemon is way too good for a wimp like you. Don't you know what I'm saying? Well, let's have a good Pokemon. I'll show you what I meant. Hey, loser. Nee. Trainer Mumei wants to battle. Als hij Magikarp heeft, ik lach me eigenlijk helemaal schil. Alles is random en ik noem hem gewoon Mumei. Hij is voor de Whiscash gegaan. Dan vraag ik mij af wat voor moves dat Whiscash wel niet had. Ah, het was de... Ah, oh, die heeft mutslaap. Dit gaat fout. Oké, Water Sport, die had er al gelijk 2. Tickle. Deze heeft zoveel meer moves. Mimei die had al gezegd van ja, eigenlijk zou je voor die Pokémon moeten gaan. Ja, ik weet dat jij daarvan houdt van Mudslap. Dit is echt jouw Pokémon gewoon, Mimei. Oh mijn god. Vergeet niet hè, wij hebben een illegale tweede Pokémon. Whiskers was zoveel beter geweest. Maar wij hebben Jaakstaart en die kent Bite. Oké, we gaan gewoon Jaakstaart inzetten. Nou weet ik niet of deze Water Absorber als ability heeft. Is dat nou special attack of attack? Attack. En defense. Dat is niet goed. Oké, hoeveel doet... Oh, Mudslap. Nou, dat doet wel wat meer. Weet je wat, we doen even een whirlpool. Hopelijk dat dat een beetje meer schade doet. Schijn nou eens uit met je Mudslap. Ah, natuurlijk missen we die, want die mist altijd. Dit gaat fout, jongens. Dit gaat heel fout. Waarom heeft die zoveel moves en krijgen wij maar één move? Weer swappen, omdat onze accuracy is weer veel te laag. This is so not fair! Jullie wisten dit gewoon, hè? Jullie wisten dit gewoon. Jullie wouden mij gewoon al gelijk zo moeilijk mogelijk maken. Als hij nou dadelijk ook nog die kopper heeft, dan ga ik gewoon keihard hard gillen. You don't give someone weak! Nou, op zich heb jij best wel een hele sterke Pokémon waar ik het niet mee eens ben. Ja, ik staart. Probeer toch nog eventjes die Whirlpool te doen. Geen Mudslap. Oké, daar kan ik mee leven. Whiscash die heeft een tiegelijk veel HP, zeg. Jeez. Het is een tight spot, maar... Ja, waar is Eevee als je hem nodig hebt? Nou, oké, we hebben dat in ieder geval. Dan gaat hij weer Mudslappen. Ah, kom op. Eén keer een lowery en dan gelijk is de bite miss. Serieus, ik mis nou wel heel erg vaak. Dit is gewoon baloney. Oh, kom op! Maar ik denk dat ik een potion moet gaan gebruiken alweer. Ah, 3 keer achter elkaar. Dit is echt gewoon baloney. Ah, kom op. Dit hoort niet. Dit is gewoon zo not fair. Die Whiscash die gaat ook, die blijft ook, hè? Die zal die altijd bij zich hebben.
Hoeveel PP heeft Mudslap wel niet? 15 toch of zo? Oh, kom op! Mag ik één aanval raken? Gewoon eentje! Wat is dit voor... Hé, we raken hem weer een keer. En het grappige is, het doet normale damage omdat Whiscash is een grondwatertype. Of een watergrondtype, voordat je het ook kan noemen. Volgens mij heeft hij geen mudslaps meer. Is geen enkel probleem. Ja, het is echt een... Het is echt jouw Pokémon, Mumee. Het is echt jouw Pokémon. Noot-Noot is in ieder geval een level omhoog gegaan. Noot-Noot heeft gerol geleerd. Noot-Noot gaat naar level 5. Noot-Noot gaat naar level 6 misschien. Nee. Oké, maakt niet uit. Jongen zeg. Hey, you're happy you won, loser? Nee. Vraag niet hoe. Wacht maar tot ik een Magikarp heb. Nou, we zullen het zien bij de tweede city. Dus ik denk dat ik voor deze aflevering heel eventjes de Pokémon ga healen. En dat ik het voor deze YouTube aflevering ga laten. Want we zijn al een uur, ongeveer een uur live. Dus met random tijd er even uitge... En de knips eventjes weggerekend en alles. Dus ik denk dat ik het bij deze eerste aflevering ga laten. Dus YouTubers, heb je een leuk momentje? Laat weten in de reacties natuurlijk. Livestreams, die kun je altijd volgen. Op het moment dat we live zijn, je hoeft alleen maar op de follow knop te drukken op het moment dat je bij Twitch bent. En je zult automatisch een mailtje krijgen wanneer dat we live zijn. Ik weet niet of ik zondag ook live ga. Maar dat is weer eigenlijk meer voor de Twitchers. Want het is nou vandaag zaterdag. Dus als ik morgen live ga, dan zal er waarschijnlijk... Nou, misschien dat deze aflevering zondag al live is. Dus misschien dat ik vandaag voor YouTube dan live ga. Ik weet het niet. We zien wel. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Aflevering, let's play, weet ik dan nog meer. Kan Mario Maker zijn. Kan Twilight Princess zijn. Kan van alles zijn. Ik weet het dan af en toe niet meer wat ik allemaal wel niet doe. Maar ja, entertainen is leuk. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei! Ah, pauze.